voetbal. Michael de Leeuw is morgenavond in Brabant tegen RKC Waalwijk de diepste spits bij FC Groningen. En door de afwezigheid van Gennaro Zeefuik staat Paco van Moorsel voor het eerst in de basis. Ik praat hierover met sportcollega Elwin Baas. Elwin, dat Zeefuik er niet in staat, ja, dat is niet een enorm grote verrassing. Maar waarom gebeurt dit nu? Ja, het is eigenlijk heel erg belangrijk dat Zeefuik, het is natuurlijk al zijn fitheid is natuurlijk al een heel lang een onderwerp van gesprek, hè, bij FC Groningen. Ja. Hij heeft 2 maanden de tijd gehad om weer op het gewenste gewicht te komen, wat FC Groningen graag ook voor hem ziet. Ja. Ja, en dat is dan niet gelukt. En nee. Ik denk dat dan de maat vol is voor Maaskant, dat heeft hij ook eigenlijk zo gezegd. En dan moet je wijken. En zijn spel van de laatste tijd werd er ook niet beter op, hè? Waar hij in het begin een goed aanspeelpunt was. Ja. Was de laatste tijd dus nee, de laatste wedstrijden waren niet echt heel goed vanuit zijn kant. Nee. In het begin inderdaad, hij was een aanspeelpunt. Je kon ook heel duidelijk zien dat hij ruimte kon vrijmaken voor Michael de Leeuw, die dan daardoor ook kon scoren. Ja. En hij was gewoon een goede vrije trap uitlokken, hè, met rode kaarten als gevolg. Dus hij was best wel aardig op dreef. Alleen ja, de laatste weken is gewoon een stuk minder. Ja, en dan met dat vormverlies van de laatste weken erbij. En zijn fitheid, zijn wedstrijdfitheid. Ja, hij heeft Maaskant deze beslissing moeten nemen. En de trainer zegt daar het volgende over. We hebben een bepaald traject doorlopen met Gennaro. De conclusie na zeg maar een maand of 2 is dat we nog steeds niet tevreden zijn over de ontwikkeling daarvan. En dan is het aan mij om daar iets mee te doen. Nou, ik heb besloten om rigoureus in te grijpen. En om te zeggen, dan halen we je uit het hele wedstrijdcyclusverhaal. En we gaan je volledig optrainen naar een topfitte Gennaro Zeefuik. Die wel kan brengen wat wij van hem vragen, 90 minuten. Dat kan hij op dit moment niet. Ja, en hij doseert heel erg zijn wedstrijden. Het is af en toe ook gewoon onder de maat. Vergis je niet, het is ook af en toe hartstikke goed. Want hij heeft ook hele goede wedstrijden gespeeld. Maar wij denken op het moment dat we het nu zo doen, dat we straks een sterkere Zeefuik terugkrijgen. En daardoor een beter Groningen. Tja. Kritiek dus op Zeefuik. Hoe heeft hij zelf hierop gereageerd? Ja, we hebben natuurlijk om een reactie gevraagd. Maar Zeefuik, die wil zich nog even qua reactie even afzijdig houden. Hij wil even rustig nadenken ook wat hij moet zeggen. Wat ik wel heb begrepen van de trainer Robert Maaskant, die hem dat vanochtend heeft verteld. Toch wel de reactie dat hij dus niet de komende tijd bij de wedstrijdselectie gaat behoren. Nee. Hij was teleurgesteld. Ja. En hij begrijpt het ook niet helemaal. Nee, logisch, een voetballer die wissel staat, die zal het nooit begrijpen. Nee. De een zijn dood, is het ander zijn brood. In dit geval Paco van Moorsel, die gaat zijn debuut maken in de basis. Ja. Hij heeft al een paar keer mogen invallen. Ja. Wat is het voor een jongen? Ja, hij komt uit de Jupiler League. Deze zomer opgehaald van FC Den Bosch uit de eerste divisie. Ja. 22-jarige Brabander, ja, middenvelder. Ja. Een jongen die aardig talentvol is. Ik heb hem de afgelopen jaren in de Jupiler League regelmatig zien spelen. Een van de grotere talenten van de eerste divisie, naar mijn mening. En hij krijgt nu zijn kans en daar is hij zeker blij mee. Ik kwam hier in het begin van het seizoen en daar heb ik ook gewoon een periode nodig gehad om te wennen. Zeker de voorbereiding en vanaf toen is het eigenlijk pas gegaan zoals het moet. En heb ik kunnen aanpassen en ik moet zeggen dat ik nu gewoon op een goed niveau zit. En dan ben ik wel blij dat die kans nu komt. Ja. Hij voelt zich in elk geval thuis in het Brabantse land. Laat dat een voordeel zijn. Is dit de enige wijziging in de opstelling? Van Moorsel erin en Zeefuik eruit? Ja, qua personele bezetting wel. De namen van de spelers. Maar verder zijn er wel aandacht nog wat wijzigingen. Want de Leeuw die schuift natuurlijk nu door naar de punt van de aanval. Ja. En Van Moorsel gaat er dus achter spelen. Oké, op de 10 zeg maar. Op de 10. En ja. Wat we ook kunnen zien is dat Schet en Kierum nu andersom gaan spelen. Eerst zagen we Kierum voornamelijk aan de linkerkant spelen. Nu aan de rechterkant en Schet omgekeerd. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de Leeuw een kopsterke speler is. En daardoor ook waarschijnlijk echte voorzetten moet hebben van een man die een goede voorzet kan geven. En ja. Kierum is een rechtspoot. En want de Leeuw is natuurlijk een hele andere spits dan het Zeefuik is. Waar Zeefuik met de Henny Meijerkont zeg maar tegen de laatste man aan kan staan, is de Leeuw wat dat betreft qua aanname en aanspeelpunt daar minder sterk in. Dan moet je hem anders benutten. Absoluut. En daarom ben ik ook wel heel erg benieuwd naar de wedstrijd van morgen. Want dit is ook nieuw, hè? Want de Leeuw is natuurlijk gewend om op 10 te spelen. Ja. En dat kan heel, heel bijzonder worden. We gaan zien hoe het uitpakt. Dankjewel, Elwin Baas.